De voetbalclubs VV Groningen en Potatoes krijgen aan het begin van het komende seizoen nieuwe kantines en kleedkamers. Die zijn nodig omdat de oude anderhalf jaar geleden volledig afbrandde. Voorzitter Robert Bollegraaf van VV Groningen is blij dat de bouw binnenkort gaat beginnen. Nou, het is natuurlijk hartstikke belangrijk. We zijn bijna anderhalf jaar verder. En ja, je kunt zien, het is al je grootste levensader van een vereniging. Dus ja, we zijn eindelijk blij dat het zover is dat we eigenlijk wat concreets hebben. Dat we een nieuwe kantine krijgen. Na de brand trokken VV Groningen en Potatoes in bij het naastgelegen VVK. Waarmee het kantine en kleedkamers deelden. Volgens Bollegraaf was dit van levensbelang. Voor het voorbestaan van de club heel belangrijk. We hebben gelukkig goede afspraken gemaakt dat we meedelen in de kantineopbrengst. Was dat niet zo geweest, dan waren we er denk ik niet meer geweest. Volgens Rick van der Meer, voorzitter van VVK, heeft het de onderlinge band tussen de clubs versterkt. We hebben altijd goed met elkaar samengewerkt, maar nu moesten we wel. Maar ja, hoe meer mensen er in één ruimte zitten, daar horen ook problemen bij, uiteraard. Maar over het algemeen hebben we dat heel goed gedaan met z'n drieën. Ook Van der Meer is blij dat de nieuwe kantines en kleedkamers er komen. Ja, tuurlijk. Dat is voor ons allemaal perfect dat dat zo is. En ook voor elke club is de nieuwe oplossing, hè, de nieuwbouw, daar hebben we ook allemaal wat aan. Op welke manier heeft VVK daar nog wat aan? Nou, omdat er ook geïnvesteerd wordt in extra kleedkamers en een wasruimte en meer van dat soort ruimtes. Naast nieuwe kleed- en wasruimtes voor VVK zal er voor VV Groningen en Potatoes het meeste veranderen. Er wordt dus een stuk aangebouwd. Iedereen krijgt zijn eigen kantine weer. Dus wij komen eigenlijk op een oude plek weer. Maar dan iets mooier, iets groter. Er komen wat extra kleedkamers bij. Wat bestuurskamers, normale voorzieningen. Gewoon om weer normaal amateurvoetbal te kunnen doen. Er is al een akkoord bereikt met de gemeente over de nieuwbouw. Als de laatste puntjes op de i zijn gezet, zal waarschijnlijk in september begonnen worden met de bouw.